een zakje. Een zwart zakje van in mijn handtas. Nee, ik kon er niet weg. Caro, we rijden hier in het centrum van Hoelaert rond. Hallo, dat klopt. Met je nieuwe BMW? Ja, zeer leuk. Die heb ik gisteren in ontvangst mogen nemen. Waarom heb je die gekregen? Omdat ik Miss Exclusive ben geworden, 2019. En het is een elektrische wagen en die heb ik ook gekregen omdat ik naar de Filipijnen ga om Miss Earth te vertegenwoordigen. Hoe rijdt dat zo'n elektrische wagen, Karel? Zeer goed, zeer rustig. Allee, het is een vrij snelle auto, maar geluidloos eigenlijk, dus ja, zeer goed. Ik had er nog nooit niet mee gereden, maar het is een zeer fijne ervaring. Die wagen, krijg je die om te houden of hoe zit dat nu eigenlijk? Dat is voor 1 jaar. Het jaar dat ik Miss Exclusive ben, mag ik deze eigenlijk houden en mag ik hiermee rondrijden. Tof. Maar je hebt dat wel nodig, hè, zo'n eigen wagen, want je bent uiteindelijk altijd, ja, elk weekend ben je toch elke dag weg. Ja, dat klopt. We zijn veel op de baan, dus inderdaad, dat is wel gemakkelijk als je zoiets kan krijgen voor een jaar. Dus heel gemakkelijk ook. Je kunt je auto insteken op laadpunten. Heel ecologisch en energiezuinig. Dat is een fantastisch model ook, hè, die wagen. Ja, zeer mooi. Ik heb zelf ook een sportmodel in ontvangst mogen nemen eigenlijk. Dus ja, dat vind ik zeker leuk. Ja, tuurlijk. En als je dan ziet zo, dat is wel super deluxe uitgerust eigenlijk. Met GPS-systeem, alles erop en eraan. Het kan niet beter zijn eigenlijk, hè. Ja, oh. Het zijn kleine straatjes hier in Hoelaert, hè. Ja, Mai. Zeer klein. Godverdikke. Het was fijn, hè, zo'n ritje met de Miss Exclusive mee. Beter te doen. Voilà. Zou ik elke dag wel met jou kunnen meerijden, hè. Ja. In principe wel, het is niet zo ver, hè. Oké, merci gezegd. Alsjeblieft.